Wethouder Laurens Verspuij en directeur Acaplex Bioscopen John Rump hebben woensdag 6 augustus een intentieovereenkomst ondertekend voor de bouw van een nieuwe bioscoop in Tiel. Dit moet komen op de locatie van de huidige bibliotheek. De nieuwe bioscoop krijgt ongeveer 600 zitplaatsen verspreid over 5 zalen. We zijn hier bijeen om de intentieovereenkomst te ondertekenen voor de realisatie van een nieuwe bioscoop in Tiel. Die gaat gebouwd worden op de huidige plek van de bibliotheek en maakt dan ook onderdeel uit van de Westluinense Poort. De Westluinense Poort is men nu druk bezig om te bouwen. En met deze intentieovereenkomst hopen we ook als de Westluinense Poort klaar is, om dan ook de nieuwe bioscoop te kunnen openen. Nou, hopelijk kunnen we eind 2016, begin 2017 de bioscoop ook daadwerkelijk openen. Dat hangt nog wel even af van of we een tijdelijke onderkomen kunnen vinden voor de bibliotheek. Want ja, de huidige bibliotheek moet dan daar weg. Daar wordt dan gebouwd voor de bioscoop. Daar zijn we nu dus druk naar op zoek naar een tijdelijke andere huisvestingslocatie. Verschillende culturele instellingen, waaronder Centrum voor de Kunsten, de Plantage en de Bibliotheek, gaan zich vestigen in het nog te bouwen cultuurgebouw aan de Westluinense Poort. In het verlengde hiervan zijn gesprekken gevoerd met Acaplex, de exploitant van de huidige bioscoop aan het Walstraatje, over de realisatie van een nieuwe bioscoop. Wij exploiteren op het ogenblik bioscoop in Spijkenisse en de bioscoop in Tiel. We zijn nog op meerdere situaties in Nederland aan het kijken naar nieuwbouw. In Tiel is het een lang gekoesterde wens van ons. Wij zijn ongeveer 10 jaar in gesprek en kijken naar locaties. Mooie locatie gevonden en we gaan er wat moois van maken.